is weekend! Yay! Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Niet heel veel op de planning voor dit weekend, maar op zich wel leuke dingen. Mijn ouders hebben vrienden over de vloer uit Zwolle. Zij kijken ook naar deze vlog, dus dag! Misschien willen ze er ook nog wel even op vandaag of morgen, maar dat gaan we zien. Die heb ik gisteren al even heel vlug gezien. En straks ga ik natuurlijk bij mijn ouders eten. En die, dan zijn zij daar uiteraard ook, dus dat is heel gezellig. We gaan eierballen eten. Oh, dat is caloriewijs niet helemaal goed, maar goed, het gaat op zich hartstikke goed. Ik heb deze week ook weer een hele goede week gehad. Ik ga gewoon gestaag verder. Dat is iets uit het noorden, eierballen. En mijn moeder die heeft vroeger in een instelling gewerkt in de bedrijfskantine. En daar hadden ze ze ook. En dat vond ik zo lekker. Maar hier in het westen, in Den Haag en omstreken de Randstad, om het maar zo te zeggen, kun je dat helemaal niet kopen. En ik weet inderdaad dat in het noorden en het noordoosten, zij komen dus uit Zwolle, dat het daar wel een bekende snack is. Het is een soort ronde kroket met een gekookt ei erin, volgens mij. Ik ga het straks eten en ik neem de camera mee, dan kan ik het wel even filmen. Dus dat is leuk. Morgen moet ik dingen voorbereiden waar ik nog steeds niks over kan zeggen. Als het voorbij is, dan laat ik het jullie zeker weten. Maar voor nu eventjes niet. En natuurlijk is het de bevrijdingsdag en dode herdenking en zo. Maar het weer wordt weer niet al te best. Dus ik heb mijn date met Suus maar even uitgesteld, want dat ze mee ging jurk passen was eigenlijk een redelijk spontaan idee. Hartstikke gezellig. Maar hebben we niet al heel lang van tevoren gepland. Maar we willen nog steeds een dagje weg samen. En hadden eigenlijk daar vorige week voor bedacht. Toen bleek het niet zo mooi weer te worden. Dus in plaats daarvan ben ik jurken gaan passen. En heb daarom Suus meegevraagd. Zo is dat een beetje gegaan. Hebben we het een weekje verschoven? Zouden we deze week wat leuks gaan doen? Maar ook dit weekend wordt het weer pet met het weer. Dus nou hebben we gewoon gezegd, we wachten tot er mooier weer aankomt en dan spreken we af. Dus dat wordt ook nog wel heel gezellig. Ga ik dus zondag, omdat het weliswaar niet super mooi weer wordt, maar ook niet heel veel gaat regenen, probeer ik gewoon een eindje te gaan fietsen. Dat zou wel heel lekker zijn. En voor de rest, ja, dat is een beetje wat er het weekend op de planning staat. Dus ik ben heel benieuwd. En vanavond ga ik even kijken of ik hier een beginnetje aan kan maken. Want die zien er wel heel erg leuk uit. Dus dat gaan we doen. Dus lekker weekend. Ik hoop dat jullie ook een lekker weekend hebben gehad dit weekend. Laat me even weten wat je gedaan hebt. Ben ik wel benieuwd naar. Dus ik zie jullie later weer. Ik ben, zoals je ziet, bij mijn ouders. En ik had het al verteld over de eierballen. Willen jullie op de camera? Of niet? Nee, dan ga ik jullie er niet op zetten. Maar dan draai ik even andersom. Kijk. Nou, ik wel hoor. Mama is daar. Lekker mama. Die willen er wel op. En ik had al verteld dat jullie ze meegenomen hadden. Dit zijn ze. En daar is er al één opengebroken. Ik zoom even in op jouw eierbal, Benny. Zo ziet hij er aan de binnenkant uit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem eten en dan horen jullie straks wel wat ik ervan vind. Goedemorgen. Zaterdag. Ik heb gisteravond lekker baantje zitten kijken, Trust Nobody geluisterd, niet meer diamond painten, maar wel kleuren op mijn iPad. Gewoon mijn eigen lekkere vrijdagavond, zoals jullie dat ook wel een beetje van me gewend zijn.
Vandaag heb ik een beetje uitgeslapen. Het is inmiddels 10:30. Ik sta op het punt om de deur uit te gaan. Ik ga even iets bij iemand ophalen. En daarna verder met mijn klusje waar ik jullie al over verteld heb. En dan ga ik voor de rest kijken wat ik ga doen vandaag. Het weer ziet er vooralsnog redelijk goed uit. Kijk. Het heeft net wel even enorm geregend. Dus ja, het zou vandaag niet al te best weer worden. Maar we gaan het gewoon zien. En ja, dus dat. Vanavond dodenherdenking. Ik twijfel nog of dat ik hier ga op televisie gewoon ga kijken. Of dat ik hier in vlakbij naar het monument ga. Er staat hier een monument. Waar altijd herdacht wordt. En dat wordt dan met het Leger des Heils gedaan. En die spelen dan ook en zo. Dat is ook wel mooi. Ik ben daar een paar jaar geleden ook wel eens met mijn moeder geweest. Ik twijfel nog even of ik daar vanavond heen ga. Omdat ik dat ook wel indrukwekkend vond. Dus nou ja, dat zien we wel. Ik ga dat natuurlijk sowieso niet filmen. Nou ja, onbegrijpelijke redenen. Dus, maar ik ga jullie later nog wel even vertellen wat het geworden is. Nu ga ik gauw onderweg, want ik heb om 11:00 afgesproken. Ik heb opgehaald wat ik op moest halen. En het was maar goed dat ik niet op de fiets was gegaan. Want ik zat op de terugweg toch in een hagelbui. Oh, niet normaal. Kijk, nu schijnt de zon weer. Het is echt zulk raar weer. Heel vaag. Maar goed, ik ga even lunchen, want het is lunchtijd. En dan... ja, dat dus. Ik ga even lunchen. Ik doe dit even met mijn telefoon, want ik heb mijn camera niet bij me. Ik ben een stukje aan het fietsen. Kijk nou hoe mooi het hier is. Wauw. Zo gaaf. Ik ga zo ook even een foto maken op Insta. En, oh, ik moet daar kijken. Ik ben even de draad kwijt waar ik toch moet kijken, maar daar volgens mij. En, het is hier echt prachtig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo goed meer weet waar ik ben. Ik dacht dat ik een bekende route heb gevolgd, maar ik denk dat ik toch ergens een afslagje heb gemist. Maar goed, we gaan zien waar ik uitkom. Ik denk dat ik de weg wel weer terug vind. Zo, ik ben weer thuis. Dat was een lekker fietsritje. En droog. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen ik de lucht zag. Maar ik ben onderweg eventjes bij een winkel geweest. En precies toen ik in de winkel was, ben daar een klein uurtje binnen geweest. Ja, was zeg maar de bui en ben ik weer droog naar huis gekomen. Intussen ben ik even aan het, horen jullie vlees bakken. Ik ben aan het koken. Ik ga lekker een hamburgertje zonder brood nemen met lekker groenten erbij en zo. Dus daar heb ik trek in. Vanavond dodenherdenking. Ik denk dat ik toch maar thuis blijf, dat ik het gewoon op televisie ga kijken. Want ja, het ziet er toch wel heel dreigend uit buiten. En er is hier in de buurt ook... ja, ik snap niet zo goed waarom ze dat vanavond nou doen. Ze hebben hier altijd één keer in de maand. Dus volgens mij in een bepaalde periode. Iets met Amerikaanse auto's. Hartstikke leuk. En dat is volgens mij vanavond. Maar ik vind het ook een beetje raar omdat dodenherdenking is. Nou, ik kijk wel wat ik ga doen. Maar ik ga nu eventjes naar mijn vlees. Klein stukje van de herdenking laten zien waar ik naartoe ben gegaan hier in de buurt. Dat heb ik even met mijn telefoon gefilmd. En daarna ben ik nog even naar toch naar die Amerikaanse auto's gegaan. Maar er stonden wel geteld 6 auto's geloof ik. Die heb ik nog even voor jullie gefilmd. Dus die kunnen jullie hierna nog even zien. Maar ja, dat was denk ik een beetje verkeerd gepland van de organisatie. Want er was gewoon niet veel en bijna niemand. En daarnaast was het ook nog eens takken koud. Dus het was ook niet echt heel fijn om daar te lopen. Maar goed, nu heb ik lekker mijn pyjama aan. Eet ik nog een klein beetje wat tomaatjes. En ga ik lekker naar bed zo meteen. En zie ik jullie morgen weer.
Goedemorgen. Zondag vandaag. Ik heb heerlijk uitgeslapen en rustig aangedaan vanochtend. Het is al bij 12 volgens mij. 9:45. Dat kan. Die klok daar is iets niet helemaal goed mee volgens mij. Nee, het is al... Op telefoon is het al 11:30. Dus dat kan inderdaad nooit. Kijk, die staat op 9:45. Er is daar ergens iets misgegaan. Hij loopt wel weer, maar... Nou, ik denk dat de batterij niet helemaal tof meer is. 11:50 is het. Ik weet niet wat ik moet gaan doen vandaag. Ik zit heel erg te dubben. Het is droog. Dus ik zou zeggen naar buiten. Maar ik heb geen zin. Binnen blijven serie kijken is ook leuk. Wat zouden jullie doen? Als je zo'n bui hebt dat je nergens zin in hebt. Maar het eigenlijk... Mooi weer, nou ja, mooi weer, droog weer is en je toch wel een beetje de verplichting voelt om naar buiten te gaan. Ik ga er nog even verder over denken. Het is ook al bijna lunchtijd, dus misschien moet ik eerst even wat eten. En dan even mijn koers bepalen. Jullie gaan het zien. Nou, jullie raden het al, het is binnen blijven en niks doen geworden. Ja, ik had er echt geen zin in. Maar goed. Anyway, het was toch een heerlijke dag zo. Ik zit te wachten op de mol. Het is nu 8:00 of zo. En het komt om 9:30 online, heb ik net begrepen. Ik heb er zoveel zin in. Echt, ik ben heel benieuwd. Ik ga straks Suus even appen. Om te vragen of zij ook gaat kijken. Dan zorgen we dat we een beetje tegelijkertijd gaan kijken. Dat vind ik wel leuk. Kunnen we een beetje heen en weer appen. Dus ik hoop dat ze dat gaan doen. En ik zal jullie er ondertussen straks nog wel even bij pakken. Tijdens de uitzending en na de uitzending. Even laten weten wat ik ervan vind. Dus ik zie jullie straks weer. We kunnen beginnen. En Suus zit er ook al klaar voor. Dus dat wordt helemaal leuk. Echt jongens. Ze zijn met een soort James Bond-achtige opdracht bezig. Nou echt, hier is de mol. Wie is de mol hier? Echt niks bij vergeleken hoor. Die finale is ook weer zo spectaculair. En Suus blijft ook maar appen, want die zit ook te kijken. Echt geweldig. Als je nog niet gekeken hebt en je wil niet gespoilerd worden, moet je nu even verder klikken. Maar ach, Elisabeth is de mol. Oh, ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven. Ik vind het wel heel tof voor Axel dat hij gewonnen heeft. Echt heel gaaf. Maar ik ben zo benieuwd naar volgende week. Wat ze nou allemaal gedaan heeft. En waarom ze bepaalde keuzes wel gemaakt heeft en niet gemaakt heeft. Ja, echt. Oh, en Bas de verliezend finalist. Dat vind ik ook wel heel sneu voor hem. Maar nogmaals, wat een spectaculair... leren finale. Zo kennen we ze hier in Nederland echt niet. Die laatste opdracht was echt spectaculair. Maar ook hoe die finale in elkaar zat, jongens. Ja, echt. Ik heb er geen woorden voor. Ik vond het geweldig. Suus heeft een beetje problemen met haar internetverbinding. Dus die is nog aan het kijken. Die loopt iets van 20 minuutjes achter nu. En ik heb gezegd dat ik niks zal zeggen. Dus ze loopt nu een beetje te gissen. En ze denkt nu dat Axel het is. Nope. Ik ben heel benieuwd wat zij er straks van gaat vinden. Oh, ze heeft weer wat gestuurd. Dus ik ga het even lezen. En daarna lekker naar bed. Ik ga dus ook deze weekendvlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Jullie kennen het inmiddels. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Doei doei!